brengen in deze video. Vandaag ga ik je laten zien wat ik allemaal aan boodschappen heb gekocht. Deze keer is het niet voor een hele week. Maar ik weet niet hoe onze week gaat lopen. We hebben een beetje zo'n week dat je denkt, hoe gaat het precies in zijn werk? Sowieso hebben we op woensdag de schoolbarbecue van de kinderen. En hebben we op zaterdagavond een feestje. En ik denk dat we daarvoor gewoon frieten en snacks eten. Maar weet ik niet precies. En ik ben zelf al een beetje aan het tooien met het idee om en wat dingen uit de vriezer op te ruimen. Zoals de happy stukjes en soort dingen. En misschien ook zelfs wel Pascal een keertje te tracteren op een date night. Want dat is ook alweer lang geleden. Dus ik krijg niet te koken. En voor de rest hebben we gewoon heel veel snacks nodig. Want het gaat echt super hard. En we hebben weer zitten gehad de afgelopen week. Dus ook al dat soort dingetjes een beetje op. Dus een beetje aanvulling op de voorraadkast. Want dit keer wel weer verdeeld in avondeten, snacks en dat soort dingetjes. Dat is wel duidelijk voor jullie. Verder had ik altijd in de omschrijving achter wat voor maaltijden en snackopties ik in gedachten had. Zodat jullie weer kunnen meekijken. En geef deze video een duimpje omhoog als je hem leuk vindt. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal voor meer video's. En dan zal ik zien wat we allemaal gekocht hebben deze week. Ik heb een keertje reps. Logan die heeft weer korfbal trainen die gaat proberen. Hij vindt dat nu te heel leuk. Maar dat is echt van 6 tot 7. Dus een snelle maaltijd. Dit ga ik waarschijnlijk vanavond maken. Dat we het morgen zo weer kunnen opeten. We eten een keer stamppot andijvie. Andijvie heb ik hier. Aardappel heb ik nog liggen. Spekjes voor erbij. Slagroom om een klein beetje erheen te doen. Maar ook slagroom voor een keer een eitje gaan bakken of zo. Spekjes voor erbij. Waarschijnlijk doen we ook gewoon een gekookt eitje bij. Dus één zo'n pakje sowieso gewoon voor als we bijvoorbeeld een gebakken ei gaan maken. Ik heb kipspiesjes als proteïne source voor in mijn salades voor naar mijn werk. Deze waren in de aanbieding, dus ik twijfel of dat ik deze gewoon ga gebruiken bij mijn andijvenstamppot en dan de spekjes gewoon bewaar of dat ik deze gewoon altijd invries. Maar deze waren 2 voor 5 euro en altijd handig om dat op voorraad te hebben. Rijstsaus, want de kinderen zijn er gek op en ik vind het ook lekker als tussendoortje. Drinken. We drinken eigenlijk vooral heel veel water, koffie en thee. Maar dit vind ik wel lekker, zeker s'avonds. 8:30, gewoon een glaasje fris nog. De melkvoorraad was op, dus ik heb die nieuwe melk. Paprikaatjes voor niet alleen voor in de wraps, maar ook gewoon als tussendoortje of voor bij iets anders. Ik weet niet precies wat, salades waarschijnlijk, snackjes, komkommertje, ook voor in de salade en voor bij de hummus. Die heb ik hier zo staan, dus ik kan ook de paprika bij. Een beetje bij het zuivel, extra eieren voor de omeletjes en de gekookte eieren bij de andijvie. Blok kaas is bijna op. Deze kaasdipjes vinden mijn kinderen heerlijk om mee te nemen naar school. Dus hier heb ik er een paar van gehaald. Blokjes kaas, proteïne en vet. Voor mij vooral. Dus ik denk ook vooral voor 's avonds. Dus dan krijg ik vaak een beetje wat zoutere trek. We hebben wat nieuwe skirts. Dit is denk ik mijn nieuwe verslaving. Ik had eerst de kleintjes voor mee naar werk. Maar eigenlijk is het niet heel handig omdat ik daar geen koelkast heb. Dus ik denk ik doe gewoon deze. En dan kan ik dat gewoon als toetje gaan doen. Of als ik thuis ben of 's ochtends. Handig een paar verschillende smaakjes. Nou, de hummus hebben we het over gehad. De salami sticks, tussendoortje voor mij of voor de kinderen of voor Pascal, maar net hoe het uitkomt. Deze gaan altijd wel heel snel. Ook leuk om in een glas te zetten als je visite krijgt. Dan een heleboel fruit. Ik heb druiven, peren, appels, mandarijnen, bananen, blauwe bessen. Ik heb ook wat snoeptomaatjes. Is niet echt een voor in de fruitschaal, maar wel iets dat de kinderen heel graag meenemen naar school. En wat tussendoor ook heel veel gegeten wordt. Of vooral eigenlijk ook voor het avondeten. Net voordat we het avondeten klaar zijn, gaat iedereen altijd heel veel trek hier. En dan snacken we op snoeptomaatjes. De chocoladecroissantjes weer, want die gaan echt super hard. Vooral nu met bijvoorbeeld terugrijden van mijn korfbal of naar de zwemles. Of gewoon simpele, ja eigenlijk gewoon snack. Die niet per se gezond is, maar die wel lang genoeg vult dat de kinderen even stil zijn. De koekjes in de koekjesommen, want die zijn wonder boven wonder alweer op. Met alle visite, dus nieuwe koekjes. Ik heb een vetworstje ook lekker om op te snijden als de visite er is. Of als avondsnack voor ons. Mijn peper was op. En natuurlijk weer de chocola voor als toetje. Dus al met al weer een heel aardig blad vol. Eventually. Het is nu donderdag. Wat is er? Ja. Het is nu donderdag en ik heb de rest van de boodschappen opgehaald. En bij de Aldi, dit keer. Want we hadden een paar vloerboodschapjes. En zoals gezegd had ik nog geen boodschappen voor het weekend. Had ik dat morgen kunnen doen, maar we hadden dus ook geen chocopasta meer. Dat kan in mijn huis dus echt niet. Dus ik weet wat iemand er nog mee hebben voor deze week. Het is gewoon donker hier zo. Kijk, een beetje licht maken. Want het regent nu heel hard buiten. Maar dit is een beetje het overzicht voor de rest van het weekend. Kinderen zitten ondertussen aan een donut. Want bij de Aldi hebben ze verse donuts. Lekker hè jongens. Ah, ze zijn lekker. Boris is aan het azen. Anywho. Bij de Aldi waren de voetjes in de aanbieding. En ik had ook geen pakjes drinken meer. Dus ze hadden vandaag water en siroop mee. En ik dacht, nou,
deze aan de aanbieding. Dat is prima voor een keertje. Logan die zag deze staan. Meestal hebben we een klein snoepje als toetje. Maar dan mogen we wel eens een keertje dit doen. Wel, dit wel heel veel snoepjes zijn. Ik heb wat extra proteïne voor mijn salades mee. Voor zo tot met maandag. Ik had nog gekookte eitjes eventueel. Of anders. Ik wil zeggen, mag heel erg blikken, maar dat is het niet. Wat is er nog? Wilde zalm, denk ik. Maar dat heb ik nog nooit op. Het is nog wel steeds goed, maar ik dacht, dit is altijd handig. Als het dan toch moet. Dan eten we morgen, vrijdag dus, Chinees. Ik was aan het twijfelen of we uit eten zouden gaan, maar we gaan zaterdag uit eten. Dus dan in ieder geval vooral de frietjes. Dus nou, hè, hebben we Chineesje dat gemaakt. Ik kan lekker zelf nasi maken. Knakworstjes. Oh, dus hebben we de party vanaf. Nou ja, wat ze willen, dat ze de gewone zouden doen. Ik dacht, Brok is morgen op tijd thuis en eet ze thuis eet ze de lunch. En doe ik deze bij Lorenz een trommeltje. Partyknacht kan natuurlijk ook. We waren uit hagelslag. Deze is ook in de aanbieding, de mixversie. En we hadden ook geen chocopasta meer, dus dat heb ik ook maar gehaald. Dan gaan we vanavond andijvie met spekjes en een gekookt eitje erbij eten. Maar mijn kinderen hadden liever zin in dit en niet in een eitje. Dus voilà. Boterhamworstels op. Dus ik heb een pakje gehaald. Niet te veel, want de kinderen gaan het weekend toch naar hun vader toe. Deze kwam ik tegen bij de Aldi. Proteïnekwark. Echt super goede maker. Dus 22 gram eiwitten. En voor dit hele bakje zit maar. Waar zit 5,9 gram koolhydraten. Dat is een stuk beter dan de skeer. Dus ik ga kijken of ik deze lekker vind. Dan ga ik daar gewoon naar overstappen. En dan eten we zondag lasagne. Dus dan ben ik weer klaar tot met maandag. En dan ben ik helemaal lekker rond. Flashback. Zoals net gezegd, zet ik alle opties voor snacks en voor maaltijden gewoon weer onder in de omschrijving neer. Tevens kan je er ook links vinden naar mijn andere social media kanalen, mocht je daar geïnteresseerd in zijn. Heb je nog voorkeur welke video's jij graag wil zien of wat je nu graag zou willen zien? Laat het even in de omschrijving onder achter en dan hopelijk jullie deze video leuk vonden. Geef me dan een duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren op mijn kanaal en dan zie ik je in de volgende video. Doei!